Gepassioneerde feyenoord Noordfans dus. Laten we het hebben over het geweldige nieuws dat onze geliefde club doet schudden. Met de komst van Ondrej Linger en Luca Ivanusek lijkt onze selectie compleet volgens onze geliefde coach Arne Slot. Controleer alvast of je al geabonneerd bent op het kanaal. Hij vertrouwt op het team dat we hebben voor de verdediging, de aanval en het middenveld. Maar jongens, die keeper ontbreekt nog om af te sluiten met een gouden sleutel. Slot vertelde aan het Algemeen Dagblad, we zijn er klaar voor, behalve de doelman natuurlijk. Er is altijd de mogelijkheid dat er zich een kans voordoet. En ja, we hebben die wens voor een doelman, maar we hebben nog niets concreets. Daar kijken we naar jongens. En over keeper gesproken, weet je nog Justin Bijlo? De verwachtingen waren nog nooit zo laag geweest, maar geweldig nieuws. Eind oktober zou hij weer op het veld moeten staan. Dit heeft onze transfer. Plannen voor een nieuwe doelman veranderd, maar het bestuur paast alles aan om ons het beste te geven. Kijk naar de huidige selectie: Manu Berger als derde doelman, Kostas Lamproe als tweede en Timon Welleroyter als onze eerste doelman. En bij het contracteren van een nieuwe doelman zei slot: het is niet eenvoudig om iemand te vinden die bereid is tweede of derde keuze te zijn, wetende dat hij ruimte kan verliezen als Justin terugkeert. Maar we werken er met toewijding aan. En we hebben vers nieuws over Luca Ivanuek. Hij maakt nu deel uit van ons Feyenoord en heeft een contract getekend tot medichen. Video 2028. Wat een genot! De Kroatische ster, 24, is super enthousiast. Dit is een grote stap voor mij. Het heeft even geduurd, maar het belangrijkste is dat ik hier nu ben. Ik voelde dat de club en de fans me hier echt wilden hebben. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren met doelpunten en assists voor het team. Er staan ons mooie uitdagingen te wachten en ik ben er klaar voor. Ivan Uek heeft zijn stempel al gedrukt op het Kroatische voetbal en speelde een sleutelrol als flankspeler en als aanvallende middenvelder. Met 173 officiële wedstrijden was hij aanwezig bij 57 doelpunten. Onze nieuwe nummer 17 heeft nog 14 interlands te spelen voor Kroatië en de fans kunnen niet wachten om hem te zien schitteren in een Feyenoord shirt. Overigens voert Bart Nieuwkoop nu het nummer 2. Sinds Marcus Pedersen ons heeft verlaten. Nieuwe versterking en doelman opkomst, vonden jullie de komst van Luca Ivenuek en Ondrij Linger bij Feyenoord leuk? En wat te denken van onze doelman, die de ideale vervanger wordt van Justin Bijlo? Laat je like en mening achter in de reacties. Laten we samen de 100 likes halen om onze steun aan Feyenoord Rotterdam te betuigen. Laten we al dit nieuws op de voet volgen en samen de prestaties van ons dierbare Feyenoord Rotterdam vieren.